Matthias, wat een einde van deze derby. Beschrijf je vol eens. Dit zijn de lekkerste derbies om die dan zo te winnen in de slotfase. We hadden eigenlijk de hele wedstrijd weinig weggegeven. En dan om zo de 1-1 binnen te krijgen was een beetje zuur. Maar we tonen als team weer gewoon veerkracht. En ja, daardoor winnen we die derby. Ja, eigenlijk kwam je vrij vroeg op voorsprong in de eerste helft. Maar daarna, ja, grote kansen bleven echt uit. Waar lag het aan in jouw ogen? Ja, ik denk dat we in de eerste helft heel slordig waren. Dat we de bal niet goed bijhielden. En dat we daardoor niet echt tot kansen meer kwamen. En de tweede helft hebben we eerste kwartier, 20 minuten wel gewoon gevoetbald. En dan zie je dat je er wel gewoon doorheen komt. En dat weten zij het ook niet. En dat hebben we dan eigenlijk daarna weer nagelaten. En het onszelf eigenlijk onnodig moeilijk gemaakt. Maar zoals ik net al zei, hebben we gewoon veerkracht getoond. En de derby over de streep getrokken. Ja, na de 1-1 had je nog wel hoop op de zevende overwinning op Rijland? Tuurlijk. Ik denk dat we in een fase zitten waar dat veel onze kant op valt. Het geloof zat er sowieso in. Anders maken we die 1-2 ook niet. Dus het geloof zat er zeker in. En zo'n bomvol uitvakt, het uitvakt gaat helemaal vol. Geeft dat ook extra vertrouwen dan om extra gas te geven? Ja, dat is wel extra motivatie om onze fans zo achter ons te hebben. Dat doet ons veel deugd om zoveel support te hebben. Ja, en nu? Lekker feesten? Ja, ik denk dat er nog wel iets gedronken zal worden vanavond. Ja, gefeliciteerd. Dankjewel. Yes.